Lekker chillen. Life of a pirate. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom weer in de nieuwe video van Sea of Thieves. Jullie denken, Sea of Thieves? Wat is dat dan weer? Nou, het is een game die in de closed beta is. Het is nog niet uit. Het komt iets van 19 maart uit, 2018. In deze game ben je een piraat. Het is een hele open wereld. Je kan gewoon lekker gaan varen of je kan er schatten gaan verzamelen. Het is echt super cool. Nou, vandaag gaan wij de Sea of Thieves doen. Daar staat ons schip. Maar jullie gaan wel een beetje zien wat het is. Want ik denk dat de meeste van jullie niet weten wat het is. Maar zullen we naar ons schip of eerst even een kaart pakken? Alsjeblieft niet doodvalt. Nee, dat gebeurt niet zo snel. Ik pak even een kaart. Of nou, ik heb nog heel veel kaarten. Wacht, ik pak deze even van 68. Want dat is dus, namelijk... Je hebt zeg maar schatkaarten waar een kruis op staat. Dus waar de schat ligt, die iedereen wel kent van tv-series en alles. Maar je hebt ook raadsels. En ik heb nu een raadsel. Dus let's go. Wacht, hier heb je soms ook wel stuff, zoals cannonballs. Hier een planken. Ik leg hem hier neer, oké? Yes. Welke was het ook alweer? Deze volgens mij. Ja, hier vote op hem. Dude, je moet hier in voten, hè? Dat is nieuw. Oh, echt? Nou ja, dat was een alpha niet. Oké, nou nu hebben we deze kaart en even kijken. Het is een riddle on the Devil's Ridge, a sight to behold, wonders of a tale untold. Dus we moeten naar het eiland Devil's Ridge. Wacht, ik zoek hem wel even. Omdraaien. Ja, ga jij varen? Ga ik navigeren, oké? Ja, oké. Hier, dat eilandje daar, deze. Wacht, ik zoom wel even op in. Ja, Devil's Ridge, komt goed. Oké, daar moeten we heen. Ik doe al even de sales. Dus in deze game, het is echt super realistisch. Nou, tenminste realistisch. Je moet echt zelf helemaal de zeilen en alles. Moet je helemaal veranderen en alles. Dus nu doen we even in de wind. Soms kan je ook wind tegen hebben. Dat is super irritant. Oké, ja, nu zit de cel perfect in de wind. Oké, ja, ik doe nu het anker omhoog. Ja. Let's go. Huppakee, ja, we gaan. Dus we moeten naar het zuiden. Wacht, ik draai wel even om dit eiland heen. Zo. Oké, straks moeten we wel wat muziek maken. Ja, zuiden is het toch? Het zuiden inderdaad. Ja, hopelijk komen we ook een enemy ship tegen. Oké, nu recht vooruit. Oké, recht vooruit, recht vooruit. Ik heb een beetje terug naar rechts draaien. Ja, dat doe ik nu. Volgens mij is het nu in de beta. In de beta zijn er echt heel weinig schepen. Ik ben er maar 1 tegengekomen. Doe maar een stuk naar rechts nog. Oké. Ja, zo is goed. Nu gaan we recht tegen een eiland op. Of is dat hem? Ja, dat is het eiland. Oh, dat is het eiland. Oké, ja. Die golven zien er ook cool uit. Ja, die golven zien er wel echt vet uit. Ja, ik heb de sails al een beetje omhoog gedaan. Maar je zei, oh, we hebben wind tegen. Wel een heel klein beetje. Want het, ik weet wel een manier met het anker. Een hele handige manier. Ja, ik kan gewoon de anker uitgooien. Hij werd van de alfa in ieder geval niet uitgetrokken. Dus nu ook. Oké, wil jij bij het anker gaan staan? Ja, ik sta ernaast. Oké, doe maar. Doe maar anker. Lower. Ja, kom. Ook mijn middelen zouden schijnbaar. Ja. Oeh, nou hij was wel nice geparkt. Oké, eventjes afvuren in een kanon. Oh, dat kan niet. Nou, dan niet. Bam. Oh, skeletons. Ik bescherm je wel. Bam, bam. Lekker. Oké, wacht. Wat was het nou? Find the monstrous sea legend where there is no sky. 7 paces north. Dus ik denk dat we een stukje omhoog gooiden. Where is no sky. We moeten het de monsterlijke zeelegende vinden. En ergens waar er geen sky dus in een grot. Geen lucht. Dus waarschijnlijk in een grot inderdaad. Want daar 7 stappen noord. Ja, kijk, dit is een grot. Hierin. Dat zag ik al door die torches. Wacht, en find the monster sea legend. Dus dat is sowieso ergens een plaatje. Dat denk ik wel, ja. Lantaarn pak ik er even bij. Wow, creepiness. Oh nee, dit zat in de trailer. Dit is deze grot. Oh, cool. Ja, dus deze ken ik wel. Ja, dit is een sea monster. De kraken is dat. Where there's no sky, 7 paces north. Pak je kompas maar. Even kijken, ik zie het niet door het licht. 5, 6, 7. Ja. In 1 keer raak, hoppakee. Lekker. Oh, het is... Nou, het valt wel mee welke chest het is volgens mij. Ja, ik zie het niet. Doe eens even een lantaarn. Nee, deze is heel slecht. Deze geef je echt 30 gold of zo. Nou, dat is jammer. Yep, verlies gemaakt, helaas. Oh, ik heb een nieuwe map discovered. Dat we deze niet eerst terugbrengen. Nee, ik heb ook nog 2 maps mee. Waar was het nou? Ons schip? Ik ben ons schip kwijt. Daar staat hij. Daar zie je de mast al. Auw, oh ja, daar. Wacht, straks even een banaantje nemen. Even lekker healen. Maar kijkers, zoals jullie zien, het is wel een iets rustigere video. Maar... Oké, wat gebeurt hier? Zullen we straks... ik denk dat je me even moet komen halen. Waar ben je? Dead. Heel erg diep in de zee. Oeh. Ja, dus is, als het goed is misschien ergens een zeemermin. Ja, die hangt nu voor me. Oké, dan moet je F. We hebben een kist. Oeh. Ik heb alleen maar een zeemermin gezien toen ons schip gezonken was. Oh. We doen nu denk ik eventjes de volgende kist. Ja, gewoon de volgende missie doen. Ja. Wacht, cancel even de voyage. Dan moet je hem daar cancelen. Ja. Oké. Maar de oude was het goed is de kist. Propose voyage. Ja. Oké, nu doen we de stash of Captain Bones. Die heb ik nog nooit gedaan. Oké, voten. Wat? Nee, nu is onze kist weg. Serieus? Bij me. Maar hij was toch heel slecht. Oh, ja, gewoon hier. In de buik van het schip. Dan moet je hem gewoon hier neerleggen. Oh ja, inderdaad. Ja, oh nee, hij staat hier nu. Oh, oké, ja. Dank je. Oké, wil je even een foto voor de map, please? Ja, als je met een groep bent is het wel belangrijk. Met 2 is niet zo erg. Nee. Oké, nou. Let's go. Waar is het? Ja, ik ga wel navigeren. Hier, we gaan eerst het anker eisen. Nee, wacht. Ik zoek even... Oké, zoek jij de map. En doe ik eventjes alvast hetzelfde klaarzetten. Ja, ik weet niet hoe... Oh nee, deze heb ik wel eens gevonden. Hoe heet het dan? Ja, hier is hij. Ja, het is West. Kijk hier. Als jij hem pakt. Are you sure dat dat nou is? Ja. Kijk, wacht. Ik laat je wel de map zien. Ja, nou, dat is wel een map. Ja, daar had ik al een kist een keer opgehaald. Oké, ja, ik doe het anker omhoog. Ja, ik doe nu eventjes het zeil in tegenwind. Want straks gaan we toch omdraaien. En dan is het gewoon goed. Hallo, wat zit je nou in mijn nek te eigen? Ik wil ook even... Ik ga straks even een kanon afvuren. Kanonnen. Wat zit je nou met de bel ook te doen? Zal ik even zeggen waar je naartoe moet? Ja. Kijk jij uit voor het land voor ons? Oh! Je bent nou hier gewoon 180 of 360 graden gedraaid. Ja, heel erg bezig. Bam. Lekker bezig. Hey. Nou, dan kunnen we wel goed een moment laten zien hoe je schip moet repairen. Ja. Ik dacht dat jij aan het roer zat, maar... Ja, ik ga hem even repairen. Jezus, we gaan alleen maar... Ah. Ja, ik ben aan het repairen. Rustig aan. Nou, het is wel een goed moment om te laten zien dat je je schip moet repairen en dat je moet oppassen. En dat je het roer vast moet houden als je aan het sturen bent. Ja, maar ik wou muziek maken. Ja, dat is heel vaak gebeurd bij mij. Je moet ook echt water scheppen van onder en dan moet je weer uit het ding gooien. Ja, oké, klaar. Oh, we gaan weer, joh. Oké, waar moesten we heen? Oh, jij zit aan het roer. Ik navigeer wel. Klein stukje naar rechts. Ja, dat is hem. Nu gewoon rechtdoor. Zie het vanzelf wel. Wacht, ik kijk even of ik het straks zie. Oh ja, de sails. Wat is er? Oh, ik doe de sails even iets beter. Zo, bam. Gaan we iets nemen. Is het water allemaal eruit? Ja, het is al allemaal uit. In de crow's nest. We gaan nu tegen rots aan, hè? Ja, ik zie naar rechts. Dat is volgens mij het eiland. Tussendoor gaan. Oké, als je dat kan. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het water van de zijkant, dus dat is nog op de rug. De stroom komt van rechts. Oh, kijk uit. Ja. Ik ga naar beneden. Oh, lekker bezig. Oep. Alleen we moeten even afremmen, dus jij moet even het zeil doen en het anker. Ja, oké, het water is er allemaal uit. Oké, oh ja, dit is hem inderdaad. Kun je naar rechts draaien? Ja, het anker hoeft nog niet namelijk. Oh, nou ik dacht zo. Dat is voornamelijk het zeil, zodat we even om kunnen keren. Kan je het anker hijsen? Ja, nu. Zo. En dan kunnen we nu. Oké, zeg maar als ik moet droppen. Drop maar. Lekker bezig. Dat was gewoon goed. Nee, hij was net te ver, maar het duurde wat langer om het anker te droppen dan verwacht. Gast, lekker bezig. Hebben we nog planken? Ja, maar natuurlijk je excuus is ja genoeg. Ja, in de alfa was het allemaal anders. Oké, we zijn nu al op het goede eiland. Ik heb hem. Schip leegscheppen. Ja, ik heb hem. Beam. Ja, je zat echt... Er zat zeg maar... Je zag kleine paadje. Oh, we hebben een curse chest. Die gaat huilen, hè. En daardoor gaat je... Nee, deze helpt niet. Maar er is wel een chest. Deze is supergoed. Maar er is een chest die kan huilen. En daardoor gaat je schip... Gaat helemaal vol lopen. Woehoe, lekker. Die hier was maar één schat. Want soms heb je ook dat er twee zijn. Chest of Sorrow. Oh ja, nee, kijk, hij zit te huilen. Jawel, deze held. Zo loopt ons schip vol. Ik moet even op de rand staan. En moet je wachten tot hij blij wordt. Oh, jezus. Loopt het vol? Ja, nou, niet zo'n beetje ook. Wacht, ik ga wel even in het water staan. Ik ga wel even staan. Zwemmen. Ja, het is weg. Oké. Oh, gaat hij weer janken? Oh, stop met huilen. Oké, dit ding moeten we echt heel snel wegkrijgen. Ik ga wel naar een outpost. Oké, als jij blijft scheppen. Northeast, northeast. Hier, heb je het warm? Ja, raise the anchor. Oké, let's go. Misschien is het ook wel handiger, kijkers, als ik dit een keer ga livestreamen. Want nu moet je best wel haasten en zo. Maar als ze een keer voice chat gaan adden, dan is het wel echt, denk ik, wel leuk. Oh. Moet ik het zo nog niet? Ja, wil je even naar de maptable kijken waar de outpost is? Ja, het is een beetje naar links is het. Ja, oké, dan zie ik hem. De outpost. Oh, je zit. Je zit hiervoor. Hey. Yes. Even aan het chillen. We worden beschoten. Echt? Oh, door skellies. Dat zijn toch skellies? Ja, dat zijn skellies van Devil's Ridge. Ja. Maar het schiet niet snel, we zijn buiten een range. Dus. Ja, ik ging ook een keer langs een fort. Die zijn een beetje aan het einde van de map. Oh, hier liggen dingen in het water. Allemaal spullen. Barrels, ja inderdaad. Holy moly, dat is cool. Voordat je op het schip staat, dus op de steiger, staat er nog een gunpowder barrel. En die kan je, als een schip achter je zit, kan je die ervan afgooien. En dan komen er echt heel veel gaten bij diegene schip. Ah, dat is wel cool. Wist je dat je ook een sniper had? Ja, die heb ik vast. We worden weer beschoten. Oh, naar links. Ja, even. Oh ja, ik zie hem. Als ze dicht in de buurt komen, moet je sturen, hè? Ja, oké. Ja, ik wil even voor de lol kijken. Wel de kanon reloaden, hè? Ja, doe ik ook. Rustig. Oh, ik ga scheppen. Oh, zit hij weer te huilen. Dat is echt irritant, hè, die huilende chests. Wat ook nog cool is, we kunnen ook een shipwreck vinden. Daar zitten soms ook chests in. Ja, klopt. Maar dan heb je ook weer met haaien. Soms zie je ze uitsteken, maar soms moet je ook wel even duiken. Oh ja, je zit keihard te janken. Nu zit hij te janken. Ja, ik heb het wel hoor. Blijf maar gewoon bij het roer. Anders dan varen we straks tegen de basisding aan. Ja. Nou, tot nu toe heb ik hem altijd mooi geparkeerd bij de steiger. Precies. Weet je er gewoon op. We hebben een hartstikke lelijk schip van. 3, 4, 5, 6, 7 gaten. Ja, ik wil me ook even afvuren in een kanon eigenlijk. Dat ga ik even doen. Ja, want meestal zit er bij de steiger ook een zeemeermin. Maar dat kan niet met een chest trouwens. Oké, dit doen we het straks wel. Eerst lever even de chest. Maar we zijn helemaal niet in de buurt van de steiger. Nee, niet de steiger, maar dit gaat toch wel. Dit stukje. Maar we moeten bij de steiger die kist inleveren, toch? Nee, maar we kunnen toch wel even lopen. Oké, pak jij de normale stomme chest? Ja, oké, ik heb de chest nu gesold. 400! Bijna. Wow, nice. Even kijken. Maar waarom gaat mijn reputation niet omhoog? We hebben trouwens van een gratis quest 400 muntjes gekregen. Oh, is dat ons schip die daar zit? Wow, nice geparkt. Hij staat niet helemaal recht. Een beetje schuin staat hij. Ik heb nu iets van, weet ik veel, 600 goud of zo. Even kijken of ik iets kan kopen. Dat is wel een biertje waard. Let's go. Ja, ik ben dronken. Dus ik kan een beetje moeilijk bewegen. 50 gold. We hebben er wel winst op. Oeh, ik kan instrumenten. Ik kan bijna een blunderbuss. Dat is een soort shotgun. Ik wil eigenlijk wel een mooiere schep, eerlijk gezegd. Oh, dat kompas is ook wel mooi, maar ik neem de schep. Blunderbuss is niet echt nodig. En even een emmer. Dat is ook wel leuk. Oh, ik moet kotsen. Ik moet kotsen. Oh, kijk. Ik heb kots in mijn bucket. Ik ga het op jou gooien. Hey, jemig. Oh, jij zit nu ook te kotsen. Nou, als je een bucket vasthoudt, dan kots je er automatisch in. Wow, check dit. Mijn bucket ziet er echt heel cool uit. Oké, we kunnen nog wel even één chestje doen of een shipwreck vinden. Moet je eerst een kaart kopen ergens? Nee, ik heb al. Nou, weer met ons lelijke schip op pad. In ieder geval Northwest. Eén schat is er. Oh, ga jij navigeren? Nou, ik wil het ook wel doen. Ja, ik wel. Nee, doe jij maar het wiel. Ta, 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 ta. Lekker bezig. Oh, oké. Hey, gast. Hey, we gaan goed. Oh, jeetje. Ik vind het zo'n leuk spel. Het is gewoon zo kalm en rustig. Iets meer naar links. Zo. Hoge golven, dat merk je hier echt. Ik schud helemaal. Ja, ze zijn erg hoog, zijn ze. Ja. Het ziet er wel cool uit. Ja, we kunnen ook in de storm gaan. Dat is echt verschrikkelijk, hè? Ja, kijk, daar is de storm. Lekker chillen. Life of a pirate. Oké, ja, we gaan nu echt net langs de storm. Dan zijn de golven ook echt insane. Ja, dat kunnen we straks ook wel even voor de lol gaan doen. Als we de chest hebben. Zullen we voor de chest of de storm? Oh. Ja. Ja, dit moest wel. Nou, het had nog wel even kunnen wachten, maar... Ja, niet nog een keer proberen dat we weer een gat krijgen. Dat is altijd. Je moet nu heel ver zwemmen. Heel ver. Ik kan nu al lopen. Als je via de punt eraf gaat. Oké, één iemand moet even met een lantern gaan staan. Oké, dan moeten we daarheen. Oké, ja, ik weet waar het is. Hier. Moeten we hier omheen. Oké, het regent echt dik. Hier. Yes, in één keer. Weer. Wat is het? Mooi zo. Oh, volgens mij... Nee, het is de slechtste. Ik weet niet. Oh, nee, hij is zilver. Oké, ik kom terug naar het schip. Nou, we zitten nu midden in de storm, dus. Echt? Oké, dit wordt cool. Ik kom eraan. Oh, ja, het roer zit echt... Oké, het kompas zit echt heel wild te doen. En het roer ook. Geen goed plan. Ja, je kan het roer nu niet zomaar loslaten, inderdaad. Ik hou wel het roer vast als jij gaat scheppen. Oké, we moeten hier echt heel snel uit. Outpost zit achter ons. Oké, ik blijf bij het roer. En dan... Ja, maar we kunnen niet achteruit. Dat jullie los moeten komen? Nee. Oh ja, we zijn los. Oké, hier moet ik hem houden. Oh, aan het kompas heb je echt helemaal niks. Kijk, het kompas. Moet ik navigeren? Nee, het is gewoon rechtdoor. En ik zie het volgens mij al als ik eventjes de sails wat hoger doe. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik kan niet op plaats blijven staan, joh. Oké, we zijn bijna bij de outpost. Zo, jij pakt hem straks goed. Ik kom met het kanon. Oké, we richten het kanon daar. We unloaden het kanon. Wacht, ik ga mezelf recht de lucht invuren. Ja, dat ga ik doen. Nevermind. Oké, de sails omhoog. Oké, ik ga mezelf recht de lucht in schieten. Let's go. Ik ga in het kanon klimmen. Bam. Holy moly. Oh, dit is insane. Oké. Ik had niet verwacht dat ik zo ver vooruit ging. Oh, ik ben bijna dood. En ik heb geen bananen. Ik heb een gebroken been. Ik loop nu heel slecht. Dat was echt amazing. Ik heb bananen nodig. Waar zijn bananen? Give me. Nou, in die tonnen zou er ook moeten zitten op het eiland. Zo lekker geparkt. Nou toch. Oeh, hier zijn wel heel veel. Bijna opstappen. Oh, bananen. Yes. Oké, eating. 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 100 CO, 100. Dat is wel nice. Die was gratis, hè? Oh, mooi. Dit is één trading company. Er zijn er 3. Eentje is meer van het vechten. En de andere is meer van de goederen. Ja, ik heb deze nooit eerder gezien, maar... Ja, deze is gewoon van deze gast hier. Die, ja, wat is het? Die potions maakt. En ja, die potions maakt, die is van het vechten. En er is er ook eentje die zou dan hier moeten staan. Deze verkoopt wapens hier zo. Ja, maar daar zit nu niks. Nee, er zit ook nog niemand. Nee. Die moeten er nog in gezet worden. Ik kan een handschoen kopen of een riem. Oh, deze riem is wel echt heel mooi. Sorry, ik kan het echt niet laten om al die dingen te kopen. Nou, in ieder geval, kijkers, laat even een like achter als jullie meer Sea of Thieves willen zien. Ik kan bijvoorbeeld ook een soort van, in de video, shipwreck zoeken. Maar in ieder geval, kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later! Doei!